Die One Boys, ze speelden tegen Evra, ze probeerden te vechten. Dat ging niet goed, maar er waren wel momenten hier en daar dat ze leken te kunnen te matchen, in ieder geval voor even. Speelde toen Renekton en LeBlanc, volgens mij. De LeBlanc pick-up, die was vooral heel belangrijk. Het ging wel, maar ze lieten geen duidelijke identiteit zien. Ze lieten niet duidelijk zien van, dit is wat we kunnen, dit is wat we uit willen dragen. En ook Boobshow en Badeski hadden het heel moeilijk tegen Sliver en tegen Atrocast nu. Dat geldt wel voor meer laners, tegenstelling tot Saito en Ioni, die net toch wel handig werk ervan gemaakt hebben in de 2v2. Maar dat was de vorige game. Dit is de game waar we nu in gaan. De laatste game van de avond. Brussels Guardians tegen die One Boys. Pick and Ban is begonnen. We zien al dat de Urgot en de Akali weg zijn. Ze hebben niet verbaasd dat Jarvan ook weg wordt geband. En zien we daar inderdaad. Omdat Zak Pleu, die nu eenmaal heel erg graag speelt. En de Rumble en de Jarvan. En daarnaast de Morgana, die nu al van de tafel zijn. De Morgana, die is ook weg. Nu kijk ik eigenlijk meer naar die One Boys. Zoals we al zeiden, hun identiteit moeten ze nog vinden. Toch voor ons ook in de competitie. En ja, de Rumble die weg is, dat is interessant. Want dat doet mij al denken dat ze al iets meer een bepaalde... kan meer naar bepaalde toplane picks gaan. Daar is waar ik niet... Moest het erop al geweest zijn, zou ik daar eens gezegd hebben. Maar vooral bijvoorbeeld iets als een Riven of zo kan je opnokken. En de Nautilus wordt ingelokt. Wil ik zeggen, is die terug van weg geweest? Niet helemaal. Nautilus is altijd wel een sterke pick geweest nu. Zorgt er ook wel voor, mid kan je hem niet echt meer spelen. Kan nog, maar lijkt me echt iets dat je beter bot zet nu. Heeft natuurlijk ook direct botlane, zorg je al voor best wel wat pressure in die early game. Nautilus heeft, ja, die damage die kan doen als het een shield op heeft zitten, is best wonderlijk. En CC, niet alleen, ja, heel veel CC gewoon, is nog een stanky. Wat wil je meer in een support? Presence, damage, CC, pam. Aan de andere kant zien we de Fresh en de Kai'Sa. Pak je ook de Nautilus weg, of de Kai'Sa weg bij de Nautilus. Is ook een populaire combinatie. Spike die hoort op level 6. Fresh heeft engage, heeft disengage. Kan ook de Nautilus matchen. En de Kai'Sa, dat is één ding. En dan is de vraag, wat komt er verder nog bij? Want we zien hier de... de Yasuo. Hallo. En de Zac. Nu de Zac is gebufft op 9.19. Weer wat populairder geworden. Toch wel een flinke bluff. Iedere keer dat hij zijn blobs oppakt, krijgt hij echt wel wat extra percent health erbij. En dat in combinatie met de redelijk recente rework, die zijn oude let bounce weer terug heeft gekregen, is het een pick die, ja, wat moet scalen. Maar als hij eenmaal 6 zit, heeft hij echt wel een flinke impact. En een elastic slingshot is dan net zo goed als altijd geweest. Dus kijk naar de vlees hier van Badeski om dat te counteren. Maar de Yasuo-combinatie erbij, die is cruciaal. Ja, niet alleen dat. Je hebt nu inderdaad, zoals je al zei, je hebt verschillende mogelijkheden voor de Yasuo nu al een knock op te geven. Als je hier dan nog, je hebt de Depth, je hebt de Nautilus Ultimate en de Zac en gigantische frontline. En dat is een belangrijke frontline NCC in combinatie met een Yasuo. Want Yasuo, het is geen AD carry, maar het is iemand die verschrikkelijk veel damage kan doen. Het is iemand, als hij in leven blijft, dan rekt hij fights. Hij heeft heel veel damage zitten, kan best wel wat healen, is ook best wel safe. En als het enemy team niet op hem kan raken, als het daar gewoon 2 bodyguards heeft naast hem staan, die zeggen van, jij blijft van Yasuo af, maar Yasuo die doet jou, die kilt iedereen bij jou wel, dan is de game voor jou. Maar is het een Yasuo AD carry? Want dat is de vraag. Dat weten we nog niet. Kan inderdaad met de Nautilus gecombineerd worden. Een Zac gank, een depth charge en die last breath. Dragas is ook nog open en dat is misschien ook belangrijk. Klopt, en wordt ook niet weggeband hier. En als we kijken naar die One Boys, die lijken ook te denken, dit is waarschijnlijk een Yasuo mid, misschien een Yasuo top voor Aristocraat. Valt wel een beetje in het straatje van dingen die hij speelt. Agressieve carry champions op wie hij zijn mechanical skill kan laten zien. De Kane hier voor Happy Faker. En Kane is een pick die, als je de mid game ermee inkomt, erg sterk is. Blijkt me dat we hier raast gaan zien. Want 1 is eigenlijk beter in competitive. En 2 staat tegen 2 tanks. Ja, dus dan moet je niet Shadow Assassin gaan. Redelijk voor de hand liggend. En de Gnar is hetzelfde als het Aristocraat de vorige keer speelde. Dus het zal inderdaad hier de Gnar worden. Het blijft de vraag, wordt het Yasuo mid en Cassio bot? Of Cassio mid en Yasuo bot? Kan nog beide. En dat is wel heel mooi aan de kom van Brussels Guardians hier. Wat mij vooral nu opvalt, Brussels Guardians, de engage en CC potential is extreem hier. Nautilus, Zac, Cassio, Gnar en dan nog eens de knock-up van Yasuo. Bedoel, wat wil je meer? Dus het is heel simpel. Brussels Guardians kan eigenlijk op elk moment van de game, tenzij dat ze echt 20k achterliggen, kunnen ze een fight turnen omdat ze deze verschrikkelijk enge
teamcompositie hebben. Kijk eens naar de andere kant. Die One Boys met de Orianna begint eigenlijk een beetje de vergelijkbare kant op te gaan. Alleen hebben zij een teamfight comp die wel net wat eerder piekt. Ja. Want je kijkt hier naar Renekton. Orianna skillt wel goed. Maar de combinatie van Renekton die erin derst en Kane die een knock-up vindt. En dan kijk je naar de Orianna, de Shockwave en Kai'Sa die de backline induikt. De mogelijkheden zijn er. En ik denk dat die One Boys ook goed skillt. Maar als je puur naar het teamfight kijkt. Ja, die 5v5, die ga je ook met de scaling van je Orianna en je Kai'Sa op een gegeven moment denk ik niet meer winnen. En dan ga je kijken naar de skirmishes en wat meer naar de early game. Want let wel, Brussel Guardians heeft hier wel een comp waar wat tijd overheen moet gaan. Moet best wel wat tijd overheen gaan. En dat komt meer door Gnar, die is best wel goed in lane, maar dan val je ook na een tijd terug af. Zeg, die moet tanky worden. Nautilus is gewoon een supporter, dus daar valt niet heel veel over te zeggen. Maar vooral dan kijk je naar Cassiopeia, die iemand dat die online begint te komen. Het is wel degelijk een Yasuo AD Carry, zie ik er nu. Iemand dat die online begint te komen, dan begin je veel damage te doen. Maar dan moet je vooral mana voor hebben, want die Twin Fangs die kosten wel mana. Eenmaal dat je dat kan spammen, is dat schitterend. En als die damage neerkomt, heb je heel veel zoning potential. Ik wil u ook nog één even highlighten. En ik heb dit vorige week ook al een beetje aangehaald, maar nu, we zien vandaag een gigantische range aan champions. En dat is ook het verschil met vorig jaar. Dat zorgt er eigenlijk voor dat het is een veel creatiever meta. Er is ook zoveel diversiteit nu in. Speelstijl, champions. Je kan elke game wel iets anders verwachten. Welk botlane duo is er in deze draft niet aangeraakt? In deze draft? Ik bedoel vandaag? Of deze draft? Kai'Sa. Je weet wel, de tortelduifjes. Zaya Rakan. Nergens te bekennen. Fine by me. Ja, vinden wij dat jammer? Nee, want wij houden van diversiteit in onze pick and ban. Maar dat zijn natuurlijk wel dingen die je bij veel andere teams waarschijnlijk niet zou zien. Laat lekker de sterkste botlane lekker open liggen. Doet er niet toe. Geen van beide teams die ook een poging doet om die op te pakken. In plaats daarvan zien we hier toch een sterke teamfight comp met wat split push mogelijkheden. Je kan wel een 1-3-1 gaan spelen met je Yasuo en je Gnar in de sidelane. Maar ik verwacht hier toch van Aristocrat meer een teamfight georiënteerde beeld te zien. Want die teamfight, die is ontzettend eng van de Guardians hier. Dat blijft altijd een win condition. Maar die One Boys, die midgame skirmishes, de ganks van de Kane, de snowball potential van de Renekton, dat zijn dingen waar Brussel Guardians wel even voor moet kijken. Want je zegt inderdaad, ze kunnen heel ver achter liggen, maar er is natuurlijk een grens. Er is een grens en je moet ook rekenen dat bij Brussel Guardians als Cassio dood is, dus als je daar eigenlijk geen niet die DPS kan hebben, wordt het ook heel lastig. Want laat ons eerlijk zijn, Kai'Sa is best wel een champion eer dat hij online komt. Die shred ook wel door tanks. Kai'Sa is best sterk. Ja, best sterk. En vooral eenmaal dat ze 3 items heeft, doet ze ook op tanks best nog veel damage. Ja. En dat is juist het ding. Het is ook lastig tegen te beelden, want ja, je kan AD beelden, maar dan doet je passive ook nog altijd, dus magic damage. Dus je hebt wel die mix. En dat is juist nogmaals tegen tanks dat het moeilijke, want je kan niet beide resistance efficiënt gaan uitbouwen. Die One Boys, even naar een comp, ze hebben natuurlijk wel een, je zegt inderdaad, je mag geen Shadow Assassin gaan, daar ben ik 100% mee akkoord, maar je hebt wel een delivery system voor de Orianna Shockwave op die manier, en dat is wel een mooie. Ik had misschien een meer, ik zou wat net zeggen, ik dacht misschien meer aan een Jarvan, dat had ik er leuker gevonden, maar die had ze zelf geband. Dus Kane, ja, kan wel, is ook goed tegen die tanks en is vooral goed in die lange fights. En dat is wat Kai'Sa wil. Probleem is, je gaat lange fights aan. Ja, Yasuo en Cassio. Wat we wel zien is dat de Zac kan ook simpelweg met de Elastic Shirt kan die wel ganken. Maar Zac is ook prima als hij gewoon lekker farmt. Lekker wat tankier wordt, wat scaling krijgt. En dan op een gegeven moment gaan teamfighten of gaan ganken of counter ganken. Maar bij Kane ligt wel wat druk om wat te doen. Want het probleem van Kane is altijd een beetje, je bent een pick die, voordat je je vorm hebt, niet echt sterk is. Je kan wel skirmishes vinden, mocht je iemand overextended vinden. Je hebt een slow, je hebt wat damage. En je hebt vooral mooie gankpathing die je kan gebruiken omdat je walls ignored. Maar je moet het ook doen. Want als je het niet doet, dan duurt het zo lang voordat je je vorm hebt. En totdat je raast eenmaal hebt, ben je niet echt een champion. En dat is wel iets waar ik me zorgen om maak. Want als ik kijk naar bijvoorbeeld die Renekton, die moet wel voorkomen te liggen. Want early game kan die Renekton wel punishen. Maar hoe verder je die game ingaat, hoe moeilijker het wordt. En ik denk dat op een gegeven moment, ja, die Gnar die matchup compleet overneemt. Ja, niet alleen dat. Om even terug naar de jungle matchup aan te tikken. Een Kane, die kan best wel, vooral als je die Raptor Camp start, die komt best wel healthy uit jungle. Dus die kan heel wat damage regenen. En Zac,
gaat niet low in jungle door die blobs, maar dat is juist het ding, omdat je met die percent healing zit, die komt ook nooit full health eruit. Dus je hebt altijd Kayn, die heeft die early levels, gaat hij die advantage hebben. En ja, eenmaal dat Zac neer is, eenmaal dat zijn, ja, dat hij die combos gedaan heeft, dan heb je nog altijd Kayn en die doet wel meer damage. Dus ik vraag me wel af, als je die focus nu gaat leggen op top met die combo, zolang dat je een lange fight hebt, heb je eigenlijk altijd die edge. Dus ik verwacht ook eigenlijk dat Kayn moet ook agressief zijn en kan ook best top gaan ganken om die reden, want hij wil zo snel ook die red vorm. Hij wil niet meer de assassin vorm hebben nu. Dus dat is wel een belangrijke. Uiteindelijk, Brussels Guardians. Die ja. D1 Boys. Laatste game van de avond. We hebben weer veel verschillende games gezien, net als vorige week. We zagen een eerste game waarbij Season 9 Abusers toch wel redelijk hard door 7AM heen ging. Dat was niks in vergelijking met de tweede game. Hello. Waarbij Sector 1 een masterclassje League of Legends gaf. Ook Glorious Gaming, ja, wat kun je daar nou eigenlijk aan doen? Als Sector 1 in zo'n goede vorm speelt, zijn er weinig teams die weerstand kunnen bieden. En net toch meer een slugfest tussen Evra en Zeeman. Uiteindelijk wist Evra die ene opening te vinden, maar het duurde wel even. Er ging wat tijd overheen. Wat voor game gaan we hier zien? Zien we hier van de Brussels Guardians rustig, langzaam spel totdat ze inderdaad die spikes hitten en daadwerkelijk erop afgaand lijkt erop dat we hier een korte pauze hebben en dan hopelijk snel de game in kunnen gaan. Het is trouwens volgens mij de eerste die we gehad hebben bij Proximus. Ja? Op 2 weken, op 8 games vind ik dat best, best mooi. Dus eigenlijk is het oké. Okay. Ik bedoel, als dat het gemiddelde is, helemaal blij mee. Maar het is nu vooral, zeg maar... Wat voor game wordt dit? Wat voor game wordt het? Ik vind het heel moeilijk, want ik verwacht eigenlijk dat Brussels Guardians, ja, die moeten... Die hebben net iets sneller die advantage. Ook met Yasuo. Yasuo heeft sneller die 100% crit. Hè? Dus op 2 items, bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, een Zeal item en een Divinity Edge, wordt die al heel sterk. Dus ik verwacht dat je gaat early game meer moeten geven aan Aatra. Niet Aatra, sorry, dat was vorige game. Aan die One Boys. En als die One Boys die early game niet helemaal pakt, zie ik best wel een grote sneeuwbal van de Brussels Guardians uitkomen. Gaat dat zo zijn? Ja of nee? Krijgt Xavier gelijk? De tijd zal het leren. De laatste game helaas. Zan, de avond, die gaat hier aanvangen. De eerste Drake is een Infernal, dus die 5 minuten fight, daar kunnen we nu al naar uitkijken. En Brussels Guardians tegen D1 Boys. Beide teams nog geen win weten te pakken. D1 Boys vorige week een hele moeilijke matchup tegen Evra. Zoeken nog een identiteit. Brussels Guardians hadden toen wel duidelijk wat tekenen van leven, maar het was niet voldoende om de winst te pakken tegen Zeeman. Als we kijken naar de runes hier, zien we Conqueror voor Ghost is ook gegaan voor de Exhaust hier. En aan de andere kant Aristocrat extra sustain in de vorm van die Grasp of the Undying. Zorg ervoor dat ja, als je die late game inkomt op Gnar, de gratis helft, de sustain en de constante poke op de Renekton wordt moeilijk. Dus Happy Faker misschien toch een bezoekje brengen aan de topside. En let wel, Boopshow hier gegaan voor Fleet Footwork en niet voor de Prestige Attack. Nee, dus Boopshow wil echt die lane overleven en vooral die scaling wil die heel goed doorkomen. En we zagen ook op zich vorige game wat dat al kan doen als je bijvoorbeeld geen ideale lane hebt en met een Fleet Footwork ben je altijd best wel safe. Ook, je kan zeggen, je kan press die attack gaan op Kai'Sa. Het is niet helemaal nodig, want die heeft zoveel damage potentieel al dat, ja, het is een beetje, om in het Engels te zeggen, is ahead on ahead. En dat is exact weer zo kunnen. Je hebt al te veel damage, of je hebt al zoveel genoeg damage met Kai'Sa. Je hebt die percent, je hebt die scaling die helemaal goed zit. Is best fine. Ik ben nu aan het kijken bij de junglers hier. Mooie start. Vooral de pathing van Sacbleu is hier best wel interessant. Want die gaat meteen voor de meest efficiënte jungle start. Door gold en XP-wise. En het is tot nu toe een volledige mirror. Alleen kijk eens. Nu heb je al een voordeel uit Happy Faker. Die is nu al sneller aan het clearen. Dus kan hij ook sneller topside zijn. En de botside, de botlane van die One Boys, die is best fine nu. Dus ja, Sacbleu, Zac, mooie gank potentieel. Maar niet de snelste jungler die er is. Wat je wel ziet is, door de start van Happy Faker levert hij iets van tijd in. Omdat hij natuurlijk richting topside moet paffen. Maar een gank, die zit er niet in. Maar desalniettemin zal de Kayn hier nu de early tempo advantage vinden. De vraag is, kan hij daar ook wat mee doen? Ja of nee, want zonder daadwerkelijke kapitalisatie betekent dat ook niet heel erg veel. En Ghost en Bench, nog geen level 2. Nu wel, maar ik verwacht niet al te veel actie in deze botlane. Totdat wat hogere levels haalt gaan worden, er iets meer damage beschikbaar is voor beide laners. Waarom zou je dat risico nemen? Zeker als je weet dat Happy Faker op de Kayn inderdaad voor Conqueror gegaan.
nog de laatste bevestiging die we eigenlijk al niet meer nodig hadden. Dat is die gaat om een Rast Kane. En die One Boys nu aan het kijken. Beide teams niet echt een risico willen nemen. Een mooie hoek, Fleetje erachteraan. Flink wat damage daar op Pench. Aftershock houdt hem natuurlijk wel in leven, maar dat zijn wel de trades waar je naar zoekt hier als die One Boys. En dat is ook opnieuw, ben ik heel blij voor die One Boys, dat Badeski daar die trash heeft gepakt. Want het is een champion die als Yasuo op je AD carry zit, dan wordt het lastig. Want je hebt daar heel veel CC uiteindelijk die komt. Je hebt trash die heeft de flee, heeft eigenlijk drie vormen van CC om die weg te houden van Boopshaw. En dat is nu juist de sterkte daarin. Kijk ook even, nu komt top Sakpleu daar, maar die kan er niet echt heel veel doen, omdat de aristocrat daar die push heeft ingedaan. Zit geen CS voor. En kijk, botside, hier komt exact die Mirra, en dit is een gank. En we zien Happy Faker beweegt zich naar voren. Flash, Flay van Badeski vindt beide personen. Bench moet daar wegflashen. Aftershock houdt hem in leven, en ook Ghost kan daar wegkomen. En ik zag eigenlijk daar wel de mogelijkheden voor die One Boys om ook daadwerkelijk de kill te vinden. Maar de engage op de Nautilus pakt hij niet goed uit. Nee, engage op Nautilus zorgde voor net iets te zorgen dat de fight net iets lang duurde. Maar kijk eens wat er aan het gebeuren is. Happy Faker, die is nu aan het rotate en zou perfect voor een return gank kunnen gaan. Iets waar we nog niet hebben aangetast. Hou ik straks gebeuren, want hier is de gank. En daar is een mooie windwall. De engage nu bovenop Boopshaw. Die heeft geen flash en heal meer beschikbaar. We gaan ook nog even een uitstapje nemen naar toplane. Want op botlane is het alleen maar kommer en kwel. Ghost vindt daar wel een return kill. Maar het is een 2-1 trade. En uiteindelijk is de Brussel Guardians die hier het onderspit delft. Maar toch een kill op de Yasuo uiteindelijk. Maar ook Happy Faker die hier wat cruciale stacks oppakt. Daar is de engage. Bovenop Damon die flasht weg. Maar wordt daar toch nog teruggepakt. En uiteindelijk vindt hij met de Empowered Q daar de kill. Oh, dat is de gedaan. Renekton zoals we hem het liefst zien. Sakpleu maken dat hij wegkomt. Zeldavision is nog beschikbaar. Maar ik denk dat Damon daar einde verhaal aan kan maken. De teleport is beschikbaar van Aristocrat. Gaat niet bovenop de Zeldavision, maar in plaats daarvan bovenop de minion in een poging om Damon hier nog op te pakken. De triple passive wordt gevonden. En Damon gaat daar toch net de greedy. Dat is jammer. Pakt daar een kill, maar moet daar ook direct zijn eigen leven voor inleveren. Uiteindelijk is het die One Boys die net een klein voordeel pakt. Maar met Happy Faker die de jungle alweer in veet. Lijkt de tempo van deze game toch behoorlijk hoog te liggen. En ik dacht op een gegeven moment, maar waarom tp't Aristocrat niet naar die blobs? En dan zeg ik, oh ja, maar wacht, Damon zit daar vast nu. Hij wordt uiteindelijk ook opgepakt. En het is daar na een lange fight een 1-1. Heeft wel Zeldavision kunnen ploppen. Maar het is nu vooral, je hebt een 600, een 500 gold verschil voor die One Boys. En die eerste Infernal Dragon, die staat er nog altijd. Als je dan naar bot ook gaat kijken, naar richting Infernal. Je hebt er een dubbel Relic Shield in die botlane. Je hebt zowel Ghost als Banshee. Dat zorgt eigenlijk dat ze, ja, Ghost had nu wel 10 CS achter, maar heeft in die lane zit meer gold. Dus Brussel Guardians kan sneller die gold vergaren. Of je kan natuurlijk ook gewoon een kill pakken. En dat zorgt er ook voor dat je best wel wat gold in de pocket krijgt. Petrifying Gaze betekent dat Happy Struggler helemaal niks kan doen. Kan niet wegflashen van de Elastic Slingshot. Makkelijke gank daarvoor Sakpleu. Dat biedt de mogelijkheid om richting een Infernal Drake te gaan kijken. Priority nu gepakt door die One Boys. Die willen zo makkelijk die draak niet opgeven. Is ook een cruciale dragon die de game heel makkelijk een bepaalde kant op kan snowballen. Mocht je nog niet genoeg bevestiging hebben dat Damon niet zo'n leuke lane heeft, is voor zijn eerste back hier gegaan. Voor de Ninja Tabis. Puur omdat de harassment van Aristocrat zo absurd is. En begint nu al te lijken op een early CS lead voor de toplaner van Brussel Guardians. En dat is ook hetgene samen met de Double Relic Shield wat ze hier een kleine voorsprong geeft in gold. Want als we kijken naar de CS, zowel Boopshaw als Happy Struggler als Happy Faker staan allemaal een klein stukje voor. Maar het is wel voldoende om het hier redelijk even te houden. Als we nu een beweging gaan zien richting die Infernal Drake. Ja, de Skuddle liever wordt hier opgepakt. Maar door het feit dat de Aristocrat geen teleport beschikbaar heeft omdat hij die gebruikt heeft voor de kill, zou dit interessant kunnen worden. Is het uiteindelijk misschien een steal van de Zek? Het zou kunnen. Hij heeft natuurlijk die jump. Wordt nu uit de pit gelokt, die Infernal Dragon. Kijk wat er gebeurt. Ze gaan er alsnog voor de steal. Komt daar door Sakpleu. En hij engage direct het gevecht. Shockwave vindt Bench. En de Zek. Maar het is Damon die hier de doorslag heeft in de teamfight. Weet daar kills op te pakken. En dat heeft de Krok wel nodig. Maar de Drake, cruciaal, gaat hier naar Brussel Guardians. Dus ik denk dat zij alsnog best tevreden zijn met deze play. Ja, die Drake die naar hen gaat betekent dat ze het tempo er helemaal langs hun kant krijgen. En nu betekent dat je hebt Aristocrat die niet heeft moeten tp'en, maar Damon zijn teleport is ge
is geforceerd en ik kan nu daar een mooie freeze uiteindelijk gaan opbeelden. Kijk ook, dat is het lastige. Dat is trouwens iets waar ik een tijdje met onze Mr. Lane Management zelf, Phoenix, over gehad heb. Die zegt, als je op deze lijn exact die Narder exact kan harassen, is dat zeer mooi. Want kijk wat het goldverschil hier al kan zijn. Puur door CS. Ja, je hebt er Daemon die een kill meer heeft, maar toch is het Aristocrat die meer gold in zijn pockets heeft. En dat is puur omdat hij de hele tijd die freeze en die zoning hier kan opzetten door die wave daar net in te river te houden. Ook niet alleen dat, Daemon zit daar heel gevaarlijk, want hij kan altijd gegankt worden. En Aristocrat kan dat niet. Over gank gesproken, dit is een grote wave die nu wel gaat inshoven toplane. En kijk eens wie daar langzaam richting top kan zich bewegen. Het is Happy Faker. Nog steeds de gold lead hier voor Aristocrat, ondanks het feit dat Daemon 2 kills heeft, puur door de CS. Happy Faker nu inderdaad de passive niet beschikbaar hier voor Aristocrat. Ook nog niet in de buurt van Meganar vorm. Moet de Kenny wel respecteren, lijkt ook zich terug te bewegen. En tegelijkertijd Happy Faker en Daemon willen wel uitkijken. Dominus niet beschikbaar, Umbreon Trespass wel. Maar pre-transformation Umbreon Trespass niet super happy. Struggler, waarom ook niet een ult eruit gooien. Wel wat damage nu, bovenop zijn diep. Happy Faker nu, samen met zijn buddy Happy Struggler aan het zoeken. Maar ze vertrouwen het niet helemaal. En dat is goed, want Zak Pleu is aan het zoeken naar een Elastic Slingshot. En het is uiteindelijk beide laners die gewoon met hun leven weglopen. En nu richting de 10 minuten een kleine gold lead van 500 die voor D1 Boys. Maar het mag niet echt een verschil heten. Nee, en ook gewoon, je ziet dat Bobcha voor die scaling aan het gaan is. Is de Manamune Kai'Sa build nu gegaan. Stormrazer ook nog altijd heel populair. Maar dit is echt de build waarmee je zegt, late game doe ik tons of damage. En nu ziet eruit dat deze herald wordt weggesmijt. Happy Faker. Het is al de tweede volgens mij die we... Vandaag eerder zagen we een noob die hem wegpakte van Pieter. Dat liep helaas niet helemaal goed af. De tweede Drake ook weer een Infernal. Dus de mogelijkheid voor die One Boys om het hier gelijk te brengen qua Drakes. Maar nu zit je wel met een andere teamfight te werken. Want kijk eens, Last Breath beschikbaar, Death Charge beschikbaar. Sadiep ook een level advantage en ontzettend gevaarlijk. Met nu al de 2-0 op de Cassiopeia gaat nu ook resetten. Moet dan wel uitkijken dat hij niet nog een volgende reset nodig heeft voordat over 2 minuten die Infernal spawnt. Want daar zou wel eens het volgende gevecht uit kunnen komen. Wat we wel zien is dat Daemon's CS disadvantage iets kleiner is geworden. En een 3v3 nu mogelijk hier op de botlane. Nou, die gaat hier natuurlijk ook neerkomen. We zien, hier komt uiteindelijk de engage van Zak Pleu. Uiteindelijk toch niet. Ja, en dat geeft ook al meteen dat ze weet van, hey, ze zit hier beschikbaar. En het is gewoon nu Happy Faker die de staat hele tijd... Staat op een ward? Ja. Dit is het. Ja, maar het ding is, Zak Pleu dat is ook gespot. Dus het is gewoon de ultimate Mexican standoff. En daar gaan ze nu erin. Last Breath, daar gebruikt. Bovenop Happy Faker. Kan Umbreon Trespass niet gebruiken. Meteen neer, Boopshow. Killer Instinct. Bovenop Ghost. Je moet wegflashen. En de teleport daar zorgt ervoor dat ook Happy Struggler aanwezig is bij het gevecht. Een mooie tweemand Shockwave houdt zowel Bench als Zak Pleu in het gevecht. Zak Pleu kan toch net wegkomen. Met die Elastic Slingshot. En nu de turret moet hier verdedigd worden. Cell Division is beschikbaar voor de jungler van Brussels Guardians. Ze leveren wel een plate in, maar meer zal het niet zijn. En dit biedt de mogelijkheid voor Sadiep wat extra druk te zetten op die midlane. En kijk ook gewoon wat er nu gebeurt in die midlane. Hier wordt er nu ingeschoft. Grote wave dat daar staat, maar vooral Happy Struggler. Die heeft geen shockwave meer beschikbaar. En ja, nu is het juist de Cassiopeia die wel nog heeft en gaat er uiteindelijk helemaal in. Gaat er direct voor de flash. Maar een mooie step van Happy Struggler betekent einde vooral voor Sadiep. En dat is ineens een shutdown voor Happy Faker. En met over 35 seconden die Infernal Drake is het nu aan D1 Boys om te laten zien dat zij die ook over kunnen nemen. Mooie windwall daar van Ghost om niet gehoekt te worden door de flash. Maar kijk eens hoe low die is. Geen midlaner. En ja, de flash is gebruikt. Umbreon Trespass ook. Maar... D1 Boys nu pakt nu de reset. En dat is toch wel jammer. Want ja, ze hebben Vision. Maar zouden ze nu niet net te laat zijn om die Infernal te pakken? Het lijkt er niet op. Want ook Brussels Guardians is niet echt in een positie om er direct voor te gaan. Maar Boopshow, niet alleen Boopshow en Badeski, die gaan toch niet recallen. Een redelijk late recall. Dus dat zorgt ervoor dat eigenlijk Brussels Guardians sneller de controle van de river kan overnemen of toch zou moeten overnemen. Maar kijk, het is hier Zak Pleu die nu pas in die river gaat gaan. En ja, je hebt er op zich nog altijd vision control van die One Boys. Nu komt uiteindelijk, hier heb je Faker die nu al roused is geworden. Als hij de skull hier kan pakken, ziet het er moeilijker uit voor de Guardians. Nu,
niet onderschatten. Je hebt nog altijd de steal potential van Zack. En hij heeft de coinflip de eerste keer al gewonnen. En als ze deze ook nog verliezen, is het opnieuw een hele hoop tempo potentieel die D1 weggooit. Aristocraat teleport beschikbaar. Damon nog net niet. Als ze het iets langer stalen, is die mogelijkheid er wel. Happy Faker inderdaad flink wat visje gepakt, maar die ward daarnet geplaatst door Bench zal direct gespot worden door de control ward. Hook hit niemand. En ook hetzelfde geldt. Daar is Sakpleu met de last breath. Een prachtige engagement daar op de jungler. En dat betekent dat de Infernal Drake ineens open ligt. De last breath wel gebruikt. Dus wel uitkijken hier voor Brussels Guardians. Ze moeten hier niet overcommitten. Ze staan met z'n allen in een hoekje. En Happy Struggler zoekt naar de shockwave. Daar is de hoek van Badeski bovenop Bench. De Infernal Drake die is in ieder geval neer. De flank kon daar niet gevonden worden door Happy Struggler. En het was daar uiteindelijk die control ward die het einde verhaal betekende voor Happy Faker. Ik dacht van, hey, maar wacht. Ik zag die eerste Q neerkomen en dacht van, ja, oké, maar dat wordt geen pool, want er is geen andere target voor Sakpleu. Dan, oh wacht, die control ward. Over gepakt worden gesproken, hier is het inderdaad Ghost die heel hard moet opletten. Ze gaan heel diep op Ghost en met de killer instinct kan Boop zo daar ook de kill vinden. De re-engage nu van Sakpleu en Bench. Net een seconde te laat, hadden volgens mij dit ook niet verwacht. De damage is voldoende, dat is de shutdown daar. De teleport van Aristocrat daar gecanceld door Damon. We hebben het ook niet echt nodig. Badeski gaat daar ook nog weer een double kill voor Sakpleu. En beweegt zich nu weg van Happy Faker. Denk niet dat de rechter mogelijk. Het is een mooie sidestep daar. En Sakpleu kan daar gewoon weglopen met een double kill. Die zegt die wordt tankier. En cruciaal, Aristocrat daar wel zijn teleport moeten gebruiken. Ja, dat is een nieuwe resource die wordt weggegooid daar langs de kant van die one. Van, ja, die won toch, sorry. En nu zien we hier dat eigenlijk, het is een 8-8 game. Er zit maar 1k gold, zit, sorry, maar 200 gold verschil. Maar toch heb ik het gevoel dat Brussels Guardians nog altijd de controle in deze game heeft. Dat zij ook die double infernal hebben kunnen pakken. De eerste keer was het door een steal. Maar de tweede keer vooral was het omdat ze snellere rotations hadden. En omdat Boop Shambadeski te lang waren gebleven. Laneswap komt nu door. Inderdaad, 15 minuten game. Redelijk even. Maar die twee Infernal Drakes geven de doorslag. En we zeiden eerder al, die One Boys heeft wel een comp die net wat eerder spiked. Want ja, Orianna en Kai'Sa die blijven goed tot laat in de game. Maar je front-to-back teamfight wordt wel minder sterk dan die van Brussels Guardians. Met Yasuo, met hoe tanky Sakpleu en Bench gaan worden. En D1 Boys lijkt zich te realiseren en wil direct hier beginnen aan de Rift Herald. Plates zijn niet meer beschikbaar, maar de First Turret Blood, die bounty staat nog op de map. First het is alleen maar Sakpleu die hier zich er naartoe lijkt te bewegen. De rest van het team komt er nu ook aan, maar dat is denk ik niet op tijd. Als we zien dat de Rift Herald daar al is opgepakt. Makkelijke pick voor Happy Faker, die trekt zich niks aan van muren. Brussels Guardians net naast het prijsje gegrepen daar. Ja, nu zie je dat het door het feit dat die botside naar top zit geschoft nu. Die trade had je die herald kunnen pakken. Ik denk dat je nu opnieuw waarschijnlijk die naar mid kunnen gaan zetten. Maar ik wil ook even aantonen, Brussels Guardians heeft niet de beste wave clear die er is. Krijg als je helemaal tanks hebt. Maar ze gaan er ook niet, ze gaan die ook niet helemaal nodig hebben. Want het is die one die continu voor picks probeert te zoeken. Daar de hook bovenop Ghost. Al bijna neer voordat het gevecht goed en wel is begonnen. Happy Faker gaat er achteraan. Kan daar nog geen dubbel trespass vinden. Want de last breath kwam daardoor op Ghost. Happy Faker nog steeds onderweg naar de Yasuo. Mist daar de knock-up. Ghost nog steeds in leven. Weer gaat het gevecht in en uit. De shockwave. Bovenop Happy Faker is niet genoeg om het te turnen. Maar nu Boop Show. Die ruikt bloed. Maar het einde verhaal als de Petrifying Gaze daar doorkomt. Bench gaat nog voor een engage. Bovenop de Orianna. En Ghost. Het leek alsof dit gevecht zou beginnen met hij die neergaat. Het eindigt ook met hij die neergaat. Want hij gaat daar net iets te enthousiast weer in. En Happy Struggler kan hier in ieder geval nog even in leven blijven. Ik denk dat Sakpleu daar erbovenop gaat. Gaat er ook gewoon voor. Geen mana voor de Orianna. En dan is het heel snel einde verhaal. Gaat nog wat tijd overheen. Maar laten we wel wezen. Tenzij de Lantern hier komt van Badeski. Nee. Is het voldoende? Jazeker! Een prachtige save van de D1 Boys. En Happy Struggler komt daar weg. Oh, het is gewoon... Ja, jij zei dat het einde verhaal was. Maar volgens mij komt er nog een sequel. Want Happy Struggler die kan er uiteindelijk escapen. Wat het vooral... Het begon top met één enkele pool, maar het werd een hele hoop chaos ineens. En je zag het gewoon, D1 weet ook perfect hoe ze fights winnen. Als oftewel Sadiep, oftewel Ghost neer zijn, is die fight voor hen. En iedereen probeerde Ghost daar te killen, kon er fancy footwork die fight toch nog turnen. En ja, als Boop Show uiteindelijk ook neergaat, is het voor D1 Boys best wel gedaan.
Trouwens, was het er wel met de meer solo-laners gebeurd? Ja, zoals gewoonlijk zaten die op een eiland. Maar dat zorgt er nu wel voor dat, omdat Aristocrat gebackt is, hier Reld wordt neergezet. En dit is een close. Ja, en Bench even bang. We gaan vervolgens toch voor de depth charge. En dat is heel snel einde verhaal voor Damon. We zien daar wel dat Happy Faker nog weg kan komen. Maar dat was volgens mij wel de first turnblad die de kant van die One Boys is opgegaan. Moeten daar wel direct wat voor inleveren. En dat is niet helemaal optimaal. Badeski nu door het stanethoek van Bench. En het is nu al de Death Squad van Brussel Guardians. Aristocrat lijkt er inderdaad te willen gaan voor teamfights. Heeft wel de Executioner's Calling opgepakt om te dealen met Happy Faker en Damon Sustain. Bijna met Conqueror en natuurlijk de healing die kids altijd hebben. Ocean Drake nu beschikbaar en het lijkt op dat Brussel Guardians die zonder al te veel moeite op gaat pakken. En Brussel Guardians heeft de hele tijd denk ik toch het tempo onder controle. En dan kijk ik meer naar Sadeep daar, die nu 5-1 staat. En heeft nu zowel de Rylai's als de Archangel Staff op zitten. Dus ja, je hebt een Happy Struggler die ook 2-1 staat. Maar toch denk ik dat als die Shockwave niet landt, kan Sadeep de hele fight turnen. Hetzelfde geldt voor Ghost, staat 1-3, maar ik denk we allemaal wel kennen. Ja, de hoek die landt niet. Allemaal wel weten dat zelfs als Jasmus... Waarom sta je daar? Ja, dat is wel wat is er niet. Ghost is in de toplane. Ook Sadeep en Bench waren niet in de buurt. En met die late back daar van Ghost is het toch die One Boys die hier in ieder geval de Drake opstart. Ik denk niet dat Zakpleut risico wil nemen om erin te springen met de Baron die binnen korte tijd spant. En dat is eigenlijk een gratis Drake opgegeven. Een klein macrofoutje hier van de Brussel Guardians. Ja, die zaten eigenlijk niet op de juiste plek waar ze moesten zijn. En om het punt af te maken... Het is vooral inderdaad het Brussel Guardians die de game onder controle heeft. Alhoewel, die One Boys hier kan deze Dragon zomaar oppakken opnieuw. En het is gewoon omdat zij blijven best wel goed samen. En vooral de werking tussen Happy Faker en de botlane van die One Boys is hetgene wat het sterkste argument is voor deze comp. Of ik kan zeggen van, die blijven de hele tijd bij elkaar. En je hebt er eerst Happy Faker die ingaat. En dan komt uiteindelijk Boopshow Badeski combo. Die voor een heel goed fight. En vooral een pick potentieel kan zorgen. De turret op toplane gaat daar neer. En Brussel Guardians, het blijft zo'n eng teamfight wat ze hebben. Een enkele knock-up op de backline kan einde waarop tekenen voor die One Boys. Maar ook Boopshow is er niet bang van om recht bovenop Ghost te killer instinct. En die exhaust kan daar wel eens cruciaal in zijn. Happy Faker gaat voor wat harassment, maar is uiteindelijk niet echt voldoende. Het is Aristocrat die weer hier, net als vorige week, een CS-lead weet op te bouwen op de NAR. En de vraag is, kan hij deze keer er wel meer mee betekenen als Sadeep daar redelijk low gaat? Badeski moet daar wegflashen van Ghost, die toch wel erg diep gaat. Maar er is geen punish beschikbaar voor de Brussel Guardians. En wie gaat als eerste naar een grijs scherm kijken? Het lijkt op dat het Boopshow is. Deze keer te ver naar voren gaan. Zakpleu vindt daar met de stretching strike de kill. En dat breekt de map open voor Brussel Guardians. Brussel Guardians heeft hier nu opnieuw iets kunnen forceren. En dat is uiteindelijk wat ze hun vorige team en vorige line-up van de Guardians ook deden. Goed in dingen forceren. En het is eigenlijk wel een comp die je zou kunnen verwachten dat oldschool BG ook had kunnen doen hier. Dat ze volledig voor de engage zoeken. Het feit dat deze Baron nu op is, kan ervoor zorgen dat Brussel Guardians veel meer die midwave kan inshoven. En ze kiezen ervoor, en dat is wel een interessante. Ja, het is een ghost die botlane staat. Maar toch heb ik het echt gevoel dat het een typische Yasuo is. Omdat je hebt de hele tijd die sidelanes gaan opzoeken, dat inshoven. Maar vooral gold nemen. En gold, samen met deze Baron, zou wel eens een heel groot probleem kunnen zijn. 50-50 wordt hier opgezet door Brussel Guardians. Happy Faker, wel de mogelijkheid als de Kane om hier erin te gaan. Wordt daar direct weggehaald van de rest. Nu Damon erin, een poging om genoeg damage te doen. Lukt niet. Depth Charge maakt hem af. En Umbral Trespass, Kane zit erin. Kan de steal hier gevonden worden? Nee, want hij wordt opgeblazen voordat hij de mogelijkheid krijgt. En daar gaat Boopshow erin. Poging om voor een hero play te gaan, maar het mag niet baten. Dat is einde verhaal voor het complete team van D1 Boys. En Brussel Guardians breekt hier de game open. Brussel Guardians, die op zich eigenlijk die Baron fight heel... Ja, Messi speelde. Je had er de 50-50 ziel van Happy Faker die kwam. En Zakpleu springt uit de pit. Zakpleu springt uit de pit. Ja. En Kane erin. En alsnog pakken ze hier de Baron. Ja, het is gewoon... Het kan gewoon niet alleen dat. Dan had je eigenlijk Boopshow die erin springt. En je denkt, ja maar dit is een Kai'Sa die 2 items heeft. Oké, die kan bijzonder veel damage gaan doen. Nee. Dat is gewoon CC op CC op CC. En die fight is gedaan. En nu is de Brussel Guardians, die trouwens niet gereset is, even wil highlight en direct voor die push gaat. Nu kunnen ze voor de reset. Ik hoop dat ze hier niet de fout maken
die best toch wel wat teams kunnen doen. Als je Bern hebt van niet te gaan pushen. Of toch niet met 5 man op verschillende plaatsen te gaan pushen. Want het is toch altijd Aristocrat die ja... die heel goede solo-performance heeft, maar toch nog altijd wat macro-foutjes laat liggen. En dat is opnieuw, eigenlijk zie je dat bij iedereen die we opkomende talentjes noemen. Mechanically heel goed, moet macro nog een beetje leren. En we zien hier nu, na dat gevecht dat Brussels Guardians eens een immense voorsprong heeft gegaan van een paar duizend gold naar toch wel hier op 23 minuten echt een ruime 6-7k gold voorsprong hier. Voor de Guardians. Kijk ook op individueel. Aristocrat staat ontzettend ver voor. En het is eigenlijk alleen Ghost die redelijk dicht in de buurt blijft van Boopshow. Maar dat maakt niet uit als hij zoveel support om zich heen heeft. Het is inderdaad Sadiep die hier een geweldige performance heeft. Zakpleu die hier op de Zac 4-1-11 gaat. Ontzettend hoge kill performance. Constant die engages vinden. Kent zijn limieten ook. En het maakt het zo moeilijk voor die Wamboys om wat te doen. Ja, en nog een keer met een ward. En hij weet er weer uit te komen daar, Zakpleu. Want iedere keer denk ik, die Elastic Slingshot, die gaat een keer te laat zijn. Maar iedere keer laat hij zien, niet deze keer. Als daar Sadiep achter Boopshow aangaat. Boopshow kan niet wegkomen en moet redelijk snel daar tegen zijn grijze scherm aan zitten te kijken. Terwijl de rest van de Brussel Guardians nu zijn teammate wil helpen. Sadiep daar in zijn eentje vindt daar nog een kill. Ondanks die... Shockwave. En we zien hier zoveel damage die doorkomt. Een double kill al voor Padiep. En de shutdown komt er wel door voor Daemon. Het is uiteindelijk hier de Brussels Guardians die... De Brussels Guardians hier staat diep, vooral die nu 9-1 staat, die zoveel DPS uitpompt. Die eigenlijk de hele fight in leven houdt. Want laat ons eerlijk zijn, Ghost is het niet. Ja, hij heeft 9 assists. Maar kijk wat er aan het gebeuren is in 2010. En deze base die wordt nu opengescheurd door de Guardians. Dit zijn, denk ik, alle drie die inhibitors die kunnen neergaan. Alhoewel dat Happy Faker en Badeski, die zijn terug in leven. Maar de minion waves die er gebufft zijn en die in die base lopen, is gewoon te groot. Dat is 2 inhibitors al neer. Een derde ook onder druk gezet. Maar Brussel Guardians speelt het clean uit. Pakt de derde Inferno op. Waarom zou je risico's nemen als je 10k gold ervoor staat hier op 25 minuten? Je pakt een derde Inferno. Je pakt nog meer scaling hier in een comp die al zo goed is in teamfight. Het is echter, ik dacht dat die toplane inhibitor ook neer was gegaan. Maar het is er eigenlijk maar eentje. Het is maar eentje. Het is jammer. Maar ja, Brussel Guardians. Denk joh, die bedoel, kunnen we ook nog wel pakken. Bedoel, ja, 2 inhibitors of een derde Inferno. Beide zijn best oké. En ja, we spraken eigenlijk in het begin van deze game al van... Die One Boys heeft eigenlijk best een betere... heeft een heel goede scaling. Maar ik weet niet of je een team hebt dat tegen 3 Infernos heel goed kan scalen. Ik bedoel, je hebt een verschrikkelijk grote overbuff nu. En als deze game ooit nog langer zou duren dat een Elder Dragon komt, als Brussel Guardians hier Elder Dragon oppakt, maar je zeker weten, die One Boys zou fights nooit meer mogen winnen. En nu is het gewoon aan hen... om langzaam in die beide lanes gewoon te splitten. Want ze hebben eigenlijk best een heel mooie carry met Zakpleu daar. En als die samen met Voila, exact wat ik wou zeggen, als die samen met Bench kan zorgen dat zij gewoon een mooi duo worden om een lane te pushen, is bijna niet tegen te houden. Maar Brussel Guardians nu op 25 minuten 10k ruim voorsprong. 3 Infernal Drakes tegen 0. Een geweldige teamfight comp. Veel pressure als we zien dat Aristocrat inderdaad voor een meer splitpushachtige beeld wil gaan. Hier met richting de Cutlass daar een weg richting de Blade of the Ruined King. Hoe kom je hier als D1 Boys terug? Want je Renekton is op het punt waarop je niet heel veel meer kan doen. Ik zoek hier naar een 5-man shockwave en anders weet ik het ook niet meer. Nee, het moet direct worden, want dat is de final push van Brussel Guardians. De inhibitor is hier aan het sneuvelen. De botlane inhibitor, de top is nog in leven. En dit is echt enemies at the gates voor D1 Boys. Kunnen ze het hier doen? Kunnen ze hier een miracle halen? Of is dit gewoon Brussel Guardians die toch nog de fight doet? We hebben Mega Gnar, dus dit zou uiteindelijk een engage worden. Brussel Guardians moet niet engagen. Heeft dubbel super minions in elke wave. En het ziet eruit dat dit de final, de laatste minuten kunnen worden voor D1 Boys. Daar is een belangrijke hoek boven op Boopshop, de shockwave van 4 man. Maar Ghost heeft in de backline zo lang bezig gehouden met de last breath dat er niet echt gecapitaliseerd kan worden. En zelfs met zo'n magistrale ultimate van de Orianna is er niet voldoende damage beschikbaar. De knock-up daar, Zakpleu, Happy Faker, ontzettende fan. En uiteindelijk weten ze hier toch nog het om te draaien. Ongeduldig, een prachtige shockwave. En Brussel Guardians moet hier toch nog even wachten met de game finishen. Maar die Baron zou er wel eens verandering kunnen brengen. Ja, de Baron is nu op en... Eigenlijk
kan je als die One Boys hier niet contesten. Je moet echt waves clearen. En zelf als je hier eigenlijk Brussel Guardians hebt en je zegt van, hey, voor Baron, kijk gewoon die waves, hoe die allemaal ingepusht gaan worden. Ghost die gaat er nu resetten en nog 10 seconden voor de Guardians. En dan is heel een team terug in leven. Dan kunnen ze eigenlijk contesten, kunnen zeggen van Baron en Ant. Nu die One Boys, ik zie ze hier ook wel gaan, want dat is de manier dat ze winnen. Dat zij eigenlijk zeggen van oké, we geven Baron op, maar van zodra dat we de Guardians zien, gaan we instant voor die fight, want die kan wel gewonnen worden. Je moet wel zeggen, het was de Aristocrat. Die had gewoon door die heel mooie Meganar Ultimate, daar won ze de fight door. Laat je alsjeblieft niet verbaasd zijn of niet verwonderd zijn waarom Brussel Guardians hier heel sterk zit. Ze hebben nog altijd 3 Infernal Dragons en een 7k Gold Lead. Ja, want je ziet die fight en je denkt als die One Boys fan, oké, er zijn nog mogelijkheden. Maar het probleem is dat dat gevecht niet 1 keer moet gebeuren, nog 2 of 3 keer extra. Want deze Darren, die kan niet gecontest worden. De dubbele waves crashen nu richting de basis van die One Boys. Nu ook de Baron erbij. Die buff wordt zo moeilijk om mee te dealen. En het is wederom Happy Struggler waar we naar moeten kijken. Die shockwave gaat alles of niks zijn. Ze proberen nog zoveel mogelijk waves te clearen. Maar dubbel super minions is al een probleem. Laat staan als je er ook nog een Baron buff bovenop gooit. De waves die de vorige keer niet aanwezig waren voor Brussel Guardians zijn dat nu wel. En gaat het Brussel Guardians team in navolging van hun eerste jaar hier een win oppakken? Het lijkt er wel op. Alles of niks nu voor die One Boys vechten hier voor hun leven. In deze laatste game van de tweede week van het ESL Proximus Championship. Het is alles of niets. Als ze hier neergaan is het einde verhaal. Sadiq gaat heel erg enthousiast naar voren. Vindt daar niet echt mensen met de Petrifying Gaze. Gaat er ook neer. Maar pakt daar zelf wel een kill bij. En je ziet hoe ver ze voor staan. Het doet er simpelweg niet toe. Happy Faker is neer. Boopshow delft het onderspit. En ik denk dat dat het einde is hier voor die One Boys. Waarom ga je nog voor Happy Struggler? De vraag is waarom ook niet. En Brussel Guardians pakt hier een overtuigende win na toch een redelijk mooi verzet van die One Boys. Ja.